En dit is dan dat paragraafje, of die paragraaf 208 uit boek 1. En dan zie je dus dat die hele paragraaf 207 ging over het redenvoeringje van Croesus. En nu neemt Herodotus zelf weer het woord en zegt gnomai men aut hautai. Even goed leren. Hautai komt van houtos. Dus een aanwijzend voornaamwoord is niet autai, maar hautai. Dus let op die spiritus die daar staat. Die meningen, sun estazan, stonden tegenover elkaar. Nou, en wat gebeurt er dan? Kuros staat hier in de nominativus. Die wordt dus onderwerp in de volgende zin. Met ijs is dan een, je raadt het alweer, een participium ten proteren gnomen ten kruishu de helomenos, ook een participium pro egoruie domuri ex anagorein. Nou, Cyrus heb je hier dus staan, maar kyros pro hier heb je het argument, liet goruie, liet Antomiris weten om ex anagorein zich terug te trekken. Dus Kyros liet aan Tomiris weten om zich terug te trekken. Dus zij moest zich teruglekken. Trekken. Nou, met hijs, dat is dat participium. Nadat hij Lot losgelaten had, van met Jemi, het prachtige werkwoord Jemi natuurlijk. En nadat hij Helomenos van Hairio hij gekozen had. Nou, nadat hij ten proteren gnomen losgelaten had, nadat hij de eerste mening, namelijk die van die adviseurs, had laten varen, en nadat hij die ten, en daar hoort natuurlijk gnomen te staan, en die van Croesus, de mening van Croesus, gekozen had. Dus hier wordt eigenlijk twee keer hetzelfde gezegd, hè? Nadat hij dus Croesus kant gekozen had, dus de eerste mening losgelaten had, en die van Croesus gekozen had, liet hij aan Tomiris weten zich terug te trekken. Nou, in dit stukje even een uiteenzetting over het chiasme. Een chiasme is een stelmiddel, wat ook kruisstelling genoemd wordt in het Nederlands, waarbij je dus een kruislinks, als je ze onderling onder elkaar zet, een kruislinks afwisselen van tekstelementen krijgt. Ik heb hier bijvoorbeeld A, een participium, en B, een leidend voorwerp daarbij. En vervolgens krijg ik hier B, het leidend voorwerp, en A, weer het participium. Dus deze participia, A en A, staan kruislinks ten opzichte van deze leidende voorwerpen, ten proteren gnomen, accusativi, en ten croesu, de mening van croesus. Dus als je hier een lijn zou zetten, en daar een lijn zou zetten, krijg je de letter chi, en daarom heet zo'n ding een chiasme, oftewel een kruisstelling. Dat even, omdat in ieder geval je daar een keer van op de hoogte te stellen, dat je dat nog een keer herhaald hebt. Nou, die lieten zijn Tomiris weten zich terug te trekken. Waarom? Hoos auto dia bij somenu. Nou, hier zie je de sigma van het futurum. Omdat hij, en hier heb ik een genitivus absolutus, auto dia bij somenu. En als bij zo'n participium dan een woordje hoos staat, dan betekent hoos in één keer weer omdat. Ik geef je wel eens nog een keer een volledig overzicht van hoos om te leren, want het heeft heel veel verschillende betekenissen. Omdat hij heb ik naar haar zal oversteken. Nou, dat is dus wat Kyros doet. Nou, dat zie ik aan het begint hier met kuros, de nominativus. Die zin eindigt hier. Dan krijg je hemen, zij dus ex anegore, trok zich terug. Dus hier ex anagore eind, hetzelfde werkwoord, wordt meteen door Herodotus opgepakt, zij trok zich terug. Kata hyp eschetop prota, volgens die dingen die, dat is dat kata, hyp eschetop, ze beloofd had, prota, volgens die dingen die zich ze in het begin beloofd had. Zij doet het. Dus in één zin wordt dit afgedaan. Dan,
Kyros de Kroison estas geiras est heis. Nou, ik heb hier weer Kyros, is weer een nominativus. En nu ga ik een paar keer er doorheen met een participium. En die participia maak ik vast blauw. Dat is hier est heis van est titemi. Nadat Kyros estas geiras Kroison, nadat Kyros Kroisos in de handen gelegd had, letterlijk, ja, in de bewaring gegeven had, zou je bijna kunnen zeggen. En nu krijg ik nog een aantal participia zo meteen, namelijk entelamenos, die zin is nog niet afgelopen. En hier entelamenos, apostylas heb ik hier nog als participium, autos staat ook nog in de nominativus, en hostratos ook. En diebeine is dan het werkwoord. Nou, ik ga het maar vanaf het begin pakken bij dat participium. Nadat Kyros Kroisos in de handen gelegd had. Aan wie? Aan zijn eigen kind. Letterlijk het kind van hemzelf, Cambyses. Even goed onthouden. Er was net een Cambyses genoemd. Dat is de Cambyses, de vader van Kyros. Zo straks krijg je. En ook in boek 3 van de historien komt hij nog terug. Cambyses, dat is ook het kind van Kroisos, van Kyros. Aan zijn eigen kind Cambyses, toi ten basileien editou. Aan wie hij ten basileien het koningschap gaf. Dit is een imperfectum. Je mag het ook duratief vertalen. Het telkens gaf. Of wilde geven, de intentie had te geven, constant probeerde te geven. Dat kun je er ook nog van maken. Dus het imperfectum geeft hier aan dat de nadruk ligt op de handeling. Dus, Xios had dus Kroisos in de handen gegeven van zijn eigen kind Cambyses, aan wie hij het voorkoningschap wilde geven. En dan krijg ik het aantal keren een participium van de pseudo-sigmatische aoristes. Oh jee, daar gaan we. Entelamenos komt namelijk van entelomai. Entelamenos hier ook van entelomai. Apostylas komt van apostello. En dan zie je hier L, wat niet in de stam zit. En gelijk wel een alfa erachter voor de aoristes, terwijl er geen sigma in zit. Even herhalen, de sigmatische aoristes. Je hebt normaal gesproken elousa, elousas, elouze, elousamen, elousate, elousam. Voor de aoristes, sigmatisch, sigma, alfa, als kenmerk, behalve in de derde enkelvoud. De imperatives wordt dat louson, dan verdwijnt dus het augment. En een imperatives meervoud wordt dat lousate, dan verdwijnt dus het augment. En je hebt lousai, als infinitivus ook zonder augment. Nu heb je ook werkwoorden die eindigen op een liquida, oftewel een mu, een labda, een nu of een ro. Oftewel, volgens mijn vroegere collega de heer Molenaar, een molenaarstam, want de M, L en R eindigt die stam op. Zoals hier bij meno, emensa. Dan is die aoristes niet meer sigmatisch, maar dan wordt die pseudo-sigmatisch, wil zeggen dat de sigma sowieso verdwijnt en dat de stam partieel verlengd is. Wil dus zeggen dat die stam één trapje langer wordt dan normaal. Dus de epsilon wordt geen e, maar de epsilon wordt iets tussen de epsilon en de e in, en dat is een i-klank. Emina, eminas, emine, eminamen, eminate, eminan. Die is, zeker hier ook mijnon en mijnate, mijnai, soms lastig te herkennen. Maar mocht je een alfa zien na een liquida, want je hebt het vermoeden dat het van een werkwoord komt, dan zou dat wel eens een pseudo-sigmatische aoristus kunnen zijn. Lastige vorm. Gaan we mee door met deze entelomanda. En hier zie je het ook, entelamenos. En zonder augment, dus participium. En nadat hij, hoi is natuurlijk autoi, aan hem, polla, veel entelamenos opgedragen had, dus met nadruk opgedragen.
dagen had om twee dingen te doen, om auton te timaan, dat is een infinitivus van de AO-werkwoorden, eindigt op aan, om hem zowel te eren als ook om goed te doen, goed te behandelen. Dus poje ein is de infinitivus uitgang ein bij pojo en aan bij timao. Dus om kreuzers zowel te eren als ook goed te behandelen. En dan hebben we weer dat ean. Indien het diabasis, indien, dit is dus onderwerp nu, indien de overtocht, welke overtocht? Hij, diabasis, hij, de overtocht die naar, dus de overtocht naar de Massageten, mij ocht hoed hij, niet goed zou gaan. Dit is een conjunctivus. Nou, snel erdoorheen, want anders wordt dit veel te lang. Tauta en Telamenos. En nadat hij die dingen opgedragen had. En dat kan ik gewoon zo overpakken van en Telamenos hier en Telamenos daar. En nadat hij apostela's van apostello, dus eil is hier die pseudo-sigmatische aoristus. En nadat hij Tutus hen weggestuurd had, es Persa's, naar Perzië, dus hen, deze of die, zijn natuurlijk Cambyses en Croesos. Wat deed hij toen? Toen autos diewijnen, en nu autos, nog even een schemaatje voor het einde. Autos diewijnen, ton potamon kaihostratos autu. Nou, autos, hier heb je het schema. Als je het wil vertalen, autos. Waar het lidwoord ergens in de buurt staat, zelf. Als je dit lidwoord direct voor autos hebt staan, is het dezelfde. En soms trekt het lidwoord in autos, dan wordt het houtos. Oh, autos wordt dan houtos. Autos zonder lidwoord betekent hij, zij of het. Dus een persoonlijk voornaamwoord, maar dan niet in de nominativus. Dus als ik hier zo meteen autos zie in de nominativus, vertaal ik het met zelf. Stak hij zelf de rivier over en hostratos autou, genitivus, zonder lidwoord, dus van hem, genitivus, stak hij zelf en zijn leger het rivier over, de rivier over. Het staat eigenlijk, stak hij zelf de rivier over en het leger van hem stak die rivier ook over. Dan ben ik aan het einde van 208, komt 209 in zicht van wat de gevolgen daarvan zijn.